horen uit het onderwijsveld dat leerlingen best wel een grote barrière ervaren als ze de overstap maken naar het hoger onderwijs. En die signalen krijgen we ook terug vanuit het hoger onderwijs. Bijvoorbeeld dat veel studenten de verkeerde studiekeuze maken of net niet de juiste kennis en vaardigheden bezitten om een succesvolle start te kunnen maken in het hoger onderwijs. Het zijn vaak algemene dingen dat leerlingen bijvoorbeeld moeite hebben met het lezen van langere stukken. Dat ze het moeilijk vinden om hoofd- en bijzaken uit elkaar te houden. En dat lijken misschien basale dingen, maar die komen dan op de universiteit opeens meer naar boven. Vaker ook een grote kloof tussen het hoger onderwijs en het voortgezet onderwijs is eigenlijk de begeleiding. Kijk, hier op school, als je iets niet goed doet, dan bellen we nog naar ouders en we spreken je meteen aan of je krijgt hulp. Het hoger onderwijs of een universiteit, dan zijn ze helemaal vrij. Ik zie vooral problemen rondom de vaardigheden. Ik denk dat daar een grote stap te zetten is en dat daar ook vanuit de middelbare scholen eigenlijk tijd vrijgemaakt moet worden om daarmee aan de slag te gaan. De overgang van VWO naar WO liep voor mij niet helemaal vlekkeloos. Ik heb twee andere studiekeuzes gemaakt voordat ik bij mijn huidige studie filosofie terecht kwam. Ik heb eerst voor de studie organisatiewetenschap gekozen. Dat heb ik eigenlijk gewoon gekozen omdat ik geen idee had wat ik wilde doen. Dus koos ik maar een studie met heel veel interessegebieden als het ware. Toen heb ik gekozen voor Cognitive Science en Artificial Intelligence. Wat in eerste instantie een hele leuke studie leek en was. Maar na een halfjaartje kwam ik erachter dat er toch echt wel een ander niveau wiskunde verwacht werd dan wat ik had. Dus op die manier kwamen de verwachtingen toch niet helemaal overeen, denk ik. Met name denk ik dat het belangrijk is dat zowel leerlingen als docenten weten van elkaar wat doen we op het hoger onderwijs en wat doen we op het middelbaar onderwijs. En waar zitten daar dan misschien nog problemen die we met elkaar kunnen oplossen, zodat die aansluiting wel goed verloopt. Om aansluiting te verbeteren zou denk ik heel fijn zijn als het contact tussen het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs er altijd zou zijn. Zodat ze altijd terugkoppelen hoe leerlingen doen of welke vakken heel veel meerwaarde hebben voor succes op een studie. Daar kan je heel veel mee winnen. Een groot deel van het probleem is dat studenten vanaf de middelbare school gewoon worden afgeleverd bij een onderwijsinstelling. En dan is de taak van de middelbare school een soort afgerond. Ik denk dat je dat gat tussen de middelbare school en de WO-instelling of de HBO-instelling kan dichten door gewoon meer contact te houden met elkaar. Zowel als instellingen als met het individu zelf. Om aansluitingsproblematiek aan te pakken is Tilburg University een traject gestart. En het eerste gedeelte van dat traject was eigenlijk om met onderwijsprofessionals, zowel op middelbare scholen als hier op de universiteit, te gaan praten over welke aansluitingsproblemen zijn er en hoe kunnen we onze expertises bundelen om samen tot passende oplossingen te komen. Het kennismaken met wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en het aanleren of verder ontwikkelen van academische en algemene vaardigheden, dat zijn echt de dingen die centraal staan in ons aansluitingsaanbod. En dit aansluitingsaanbod wordt ontwikkeld in samenwerking met middelbare scholen en andere hoger onderwijsinstellingen. De Tilburg Center of the Learning Sciences is inhoudelijk verantwoordelijk voor het programma. Wat we met name doen is vakdidactische professionalisering in de vakgebieden waar wij sterk in zijn als Tilburg University, zodat de docenten ook meteen meekrijgen wat gebeurt er nu eigenlijk op onze universiteit. Het Thysos is een onderdeel van de universiteit, maar we zijn eigenlijk continu in verbinding met de scholen en met andere onderdelen van het onderwijsveld. Dus we doen samen met die scholen onderzoek, we doen samen onderzoeksaanvragen. We zitten in netwerken waar we aan het kijken zijn wat heeft een docent nodig om verder te professionaliseren. Een lid zijn van zo'n netwerk levert je ontzettend veel op. Het is kennis delen met elkaar, het is uitwisselen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat vakdocenten met elkaar in contact komen om van elkaar te leren hoe wordt dat vak nou gegeven in het hoger onderwijs en wat kan ik als vakdocent op de middelbare school doen om mijn leerlingen goed voor te bereiden op het hoger onderwijs. Kijk, wat wel ideaal zou zijn is als elke vakdocent ook een soort mini-decaan is, dat hij al vertelt van nou luister, mijn vak biologie, daar heb je echt iets aan, want dat komt in deze studies allemaal terug, want ik weet hoe het zit op het hoger onderwijs. Kijk, dan heb je de echte utopie, dat is fantastisch. We richten ons op zowel de leerlingen als de docenten in onze activiteiten en materialen. Denk hierbij aan een workshop academische vaardigheden voor leerlingen of nascholingsactiviteiten voor vakdocenten, maar ook een leerlijn academische vaardigheden of een podcast over de studiekeuze. Wij zien het als onze maatschappelijke taak een duurzame bijdrage te leveren aan het versterken van de aansluiting tussen het voortgezet en het hoger onderwijs. Als er een soepele overgang is tussen het voortgezet en het hoger onderwijs, dan presteren studenten beter op de universiteit, dan hebben ze een weldoordachte studiekeuze gemaakt en ze halen een bindend studieadvies en zijn gelukkig op de universiteit.